Goedemiddag allemaal, mijn naam is Willem en welkom bij LRDXcars. Vandaag ben ik in Overijse, de kanter rond Brussel, om bij een zeer speciale dealer hier in België langs te gaan. Het is geen gewone autodealer of geen gewone concessieverkoper. Het is British & Sports Cars. De naam zegt het zelf al. Ze hebben natuurlijk heel veel leuke sportwagens. En natuurlijk ook oldtimers, vooral Britse oldtimers, maar ook van alle Duitse en Italiaanse merken. Dus kom zeker eens mee binnenkijken, want het is zeker de moeite. En jullie kunnen ze ook natuurlijk altijd terugvinden op www.britishandsportscars.com. De website verandert constant, de stock dat hier binnenkomt verandert constant. Dus hou ze zeker in doog als je geïnteresseerd bent in een sportwagen of in een oldtimer. En voor de liefhebbers, kom mee binnenkijken. Achter jullie zien al een paar leuke oude bromfietsen staan. Dus ik ben zeker benieuwd wat we hier binnen allemaal gaan terugvinden. Kom mee kijken. Hallo iedereen. Ik heb mij in de weg naar binnen gevonden en ben alles snel rondgegaan zelf. En het is zeker de moeite hier bij British & Sports Cars. Ik zal jullie een kleine tour geven door deze prachtige showroom. De showroom heeft ook verschillende ruimtes. Zoals jullie achter mij zien, hebben ze zelfs ook een eigen werkplaats hier bij British & Sports Cars. Dus als je een auto hier koopt, dan bieden ze zelfs het onderhoud aan in hetzelfde gebouw. Dus ook zeer fijn dat je weet dat je wagen ook naar de toekomst toe goed onderhouden gaat worden. Ook bieden ze zelfs de service dat je je wagen zelfs hier kan laten. Dat je, als je bijvoorbeeld thuis te weinig plek hebt of te weinig garageplaats heeft, bieden ze jou ook de storage hier aan. Dus niet alleen het onderhoud, ook de storage. Ook wordt hier natuurlijk altijd goed onderhouden en gepoetst. En de poetsruimte, daar komen ze ook nog. Maar ik zal eens beginnen met de leuke wagens die jullie allemaal kunnen terugvinden. Ik ga ook, zoals ik juist al zei, zeker naar een website kijken. Daar staan van elke auto nog meer uitleg van welk jaartal en welk toerental de wagen had. Of welke kilometerstand de wagen heeft. En ja, we zullen ze allemaal eens één voor één afgaan. Hè. Sorry voor het geluid op de achtergrond. Maar in de werkplaats zijn ze natuurlijk altijd druk bezig hier bij British & Sports Cars. We beginnen eerst deze prachtige donkergroene Jaguar. Ik denk dat een van de eerste XK generaties was. Dan een 996 denk ik. Oh nee, 997, daar langs is een 996. Maar het is geen gewone, het is de GT3. In een leuke matte kleur, ook met de volledige rolkooi van achter. Dan zoals ik zei, de 996 generatie 911. Ook zeer mooi. Zullen we eens gaan kijken, want hij heeft ook een zeer leuke spoiler achterop staan. Het is ook een GT3 model. Van de 996 generatie ziet u heel weinig de GT3's. Dus zeker leuk. En daarlangs dan de nieuwere versie ervan. Zijn opvolger. Dan langs mij een van de speciaalste, denk ik, oldtimer Jaguars die je op dit moment kan kopen. Een Jaguar D-Type. Geen E-Type zoals er langs staat, maar de D-Type. Echte racewagen van Jaguar. Zoals jullie zien, zonder dak, helemaal stripped down. Kleine vleugel achterop. Zeer leuk. Sportieve zij uitlaten. Als jullie geïnteresseerd zijn in deze wagens, alles wat ik laat zien is te koop vandaag. Dus
ga zeker naar een website van deze prachtige Jaguar E-Type. De E-Type is een van mijn favoriete oldtimers. Door Enzo Ferrari, een van de mooiste auto's aller tijden genoemd. Toen als hij uitkwam, zeer speciaal design. Kleine voorgril, de zeer lange voorkap of voorneus. Zoals u kunt zien, de mooie meerspaaksvelgen. Het is een cabrio model zoals jullie kunnen zien. Volledig origineel. Ziet er nog zeer goed uit van binnen. Achterkantonen. Ook zeer mooi. Dan aan de andere kant ziet u nog een, ik denk echt een originele AC Cobra staan. Ook een zeer bekend en gewild design. En daarlangs nog een TVR. Ook een zeer speciale wagen. Komt ze niet vaak tegen, de TVR modellen. Dan, als we verder rondgaan, ziet u de Ferrari F430 in een zeer leuke configuratie. De Nero kleur van buiten en van binnen een mooie Koyo interieur met de leuke carbonne details, zoals de flippers, zoals de middenconsole, de airconditioning. Een V8 middenmotormodel van Ferrari natuurlijk. Je ziet deze prachtige, natuurlijk aangedreven Ferrari motor. Ik denk dat hij zo'n 450 pk heeft. Zeer mooie wagen. Daarlangs een BMW Z4 nog. De Z4's zijn natuurlijk ook geen gewone BMW. Zeer mooie interieur ook. De buitenkleur is zeer speciaal. Het is een 3 liter variant. Dan, als we verder gaan, deze leuke Fiat racewagen van vroeger. Voor we verder gaan, ik weet niet of iedereen hem kent, maar ik denk het wel. De BMW met de deur van voor, waar ik denk Jeremy Clarkson mee door de BBC gebouw reed in Londen. Zeer leuk, zeer toffe wagen. Als we van binnen willen kijken, het stuur hangt, ik zal het eens open doen, misschien is het wel tof ook voor jullie om eens te zien. Het stuur, zoals jullie zien, kijk, hangt aan de voordingen. Dus als jullie instappen, ik zal eens gauw instappen, omdat het toch zo tof is. En dan de deur dicht. Tjaka, zo. Dan zien jullie eens het interieur. Deze leuke BMW. Zeer toffe wagen. Ik denk niet dat ze nog ooit zo'n leuke wagens gaan maken. Maar is zeker speciaal. Achter nog een leuke Citroën bus van vroeger. Ik denk volledig gerenoveerd. Zeer mooi voor haar eens mee op een marktplein te staan. Dan zullen we ook eens een kleine sneak peek door de workshop doen. We zijn wel bezig, dus ik ga hem niet te hard storen. Daarachter zien jullie een Aston Martin DBS. Ook nog een Nissan GTR. Een leuke Bentley Continental hier van voor. Alle leuke wagens. Ze doen het hier allemaal in-house. Dus geen bang als je een oldtimer koopt. Ze bieden je de volledige service van het onderhoud. Dan gaan we verder door het grote gebouw van British Sports Cars. Langs deze prachtige Bentley af. Sorry, hier is het een beetje donkerder. Nog een zeer oude Fiat. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien.
Een zeer speciaal, ook al een cabrio van in de tijd, met de kappen, met de houten afwerking. Volledig origineel. Echt zeer leuk. Zoals je ziet, vroeger was het de chauffeur van voor. En vanachter, ik weet niet of het open is. Ja, vanachter. Sorry, jullie zien wel niet veel. Het zat dan de eigenaar meestal van de wagen. Want die reed zelf niet. Reservewiel van voor. Ja, was een auto toch veel veranderd de laatste jaren. Zeer tof dat we hier kunnen zien. Alle generaties van auto's. Zeer tof. Heel basic van binnen vroeger. Maar ja, de design blijft wel cool. Dan, zoals ik juist al zei, hebben ze hier ook een eigen soort van car wash. De auto's volledig gedetailleerd kunnen worden. Een mooie Targa. En nog een Carrera GTS Cabrio. Zeer leuke plaats hier. Zeer goede belichting. Zien of de auto's nog ergens vuil zijn. Alle wagens zijn te koop. Dus ga zeker naar een site. Deze Carrera GTS Cabrio staat op jou te wachten. Zeer leuke wieldesign bij de GTS. Met ook de centerlocks. Het zijn allebei zwarte. Deze links heeft het beige interieur. De rechts GTS het zwarte. Ik zie de Targa. Zeer speciaal Targa. De volledig glazen koepel van achterop. De mooie zilver of chrome middenlijst. Het bruine dakje. Dan wandelen we verder. Ook hier bij Bridge & Sportcars ziet u, is het heel mooi gedecoreerd. Decoratie. Mooie verlichting ook overal. Zeer leuke ruimte voor rond te wandelen. Kom in de volgende ruimte. Ziet u deze. Zeer mooie Mercedes SL. De oldtimer Mercedes is in de laatste jaren zeer geliefd terug aan het worden. Bij de verzamelaars en de autofans. SL denk ik, deze lijkt me een S-klasse van vroeger, een SE, daar staat het op dat de zilveren 280 SE is, dan de donkerblauwe ook nog de Cabrio denk ik, een zeer coole Mercedes grillen van vroeger, de coole koplampen, volledige chromee bumpers. Zeer speciale wagens. Dus gaan we in het interieur kijken. Ook zeer mooi. Echte stuur van Mercedes van vroeger. Leuke afwerking van vroeger. Dus gaan we open doen. Ook kunnen zien de binnenkant. Mooi is. Heerlijke oude geur. Zalig. Leuke. Leren van vroeger nog, ziet er nog allemaal perfect uit. Deze auto is altijd zeer goed onderhouden geweest. Net zoals alle wagens hier waarschijnlijk. Dit is ook een 280 SE. Net zoals er langs. Deze was een donkerblauwe. Met een beige interieur. Deze is meer de zilveren Mercedes kleur. Met het rode interieur, ook zeer speciaal. Zoals jullie kunnen zien. Heel leuk. Het ziet er ook nog zeer goed uit. Het open dak van boven. De toffe raampjes van vroeger. Ook ziet u een kleine luchtrooster boven bij de motor. Een zeer toffe wagen. Deze was ook de 280. Dit is meer de cognac leer interieur. Met
de donkerbruine kleur. Ook zeer leuk de wielen met de witte streep rond. Geeft echt de oldtimer look. Net zoals bij de Rolls-Royce die jullie aan de andere kant kunnen zien. De Rolls-Royce Silver Shadow, denk ik. Zeer leuke wagens met de super mega grote Rolls-Royce grill van boord. Zeer cool. Waren zeer zware wagens in de tijd. Er werd nog niet gekeken naar licht, heet, naar gewicht. Meer de auto wegen. Doe ze er wel wat meer pk in. Eens open doen als het mogelijk is. Ja. Deze prachtige Rolls-Royce van vroeger. Zoals jullie zien, ook volledig leer. Mooie houtafwerking. Ook van achterplaats. Echte zetels voor in te zitten. Zeer leuk. Ik wil er wel eens in zitten eigenlijk. Wat een coole zetels te voelen van vroeger. Wow, ze zitten zalig. Lekker zacht, comfortabel. Juist of ik in de living zit. Zeer leuk. Dan gaan we verder naar de volgende, ook een Silver Shadow Rolls-Royce. Deze meer in een lichter zilvergroene finish met ook een groen interieur, zeer speciaal, maar past zeker bij de Rolls-Royce. Klassieke wagens, hoort ook een klassiek configuratie bij. Dan nog een eerste generatie Land Rover Range Rover. Ook zoals je ziet, maar met de coupé, de twee deuren. Ze blijven ook nog altijd rijden, ook nog altijd zeer geliefd. Het design blijft nog altijd zeer cool. De hoekige vormen van de Range Rover. Je ziet, de lijnen zijn nog altijd bijna dezelfde als in de laatste nieuwe. Oké. Er is veel veranderd, maar toch zo de hoekige vorm van de wagen zeker nog hetzelfde. Dan hier weet ik niet per se wat het is. Ziet er wel heel, heel speciaal uit. Zeer leuk. Eens kijken wat er op staat. Een Panhard 6 van 1932. Voor de oldtimer-kenners. Die zullen er wel meer van weten dan ik. Zeer mooie wagen, volledig dicht hier. Zal er nog wel een stoffen kap over kunnen doen. Zoals je ziet, het middenstuk in de voorraam. Zo was dat vroeger. Daarachter in die ruimte was, zoals ik juist verteld heb, de opslagplaats voor de auto's van de klanten. Dus als u hier een auto komt halen en u hebt thuis de plaats niet, bieden ze u ook nog altijd de ruimte voor uw wagen hier te stockeren. En dan komen we in de grote eerste ruimte, waar natuurlijk ook het super mooie sportwagens en klassieke wagens staat. Heel leuk. We zullen hier beginnen. Dit is de Ferrari 575 Maranello. Met de V12 van voor. De zilveren kleur met het Koya interieur. Zeer mooi. Blijft er nog altijd zeer goed uitzien. Deze 575M. Ik denk dat het de Bad Boys auto is. Zeer mooi. Dan kom je hier bij een Porsche. Ik denk een 993 Carrera 4S. De 993 modellen blijven ook nog altijd zeer gewild, of zijn zelfs terug zeer gewild.
Welke Porsche? Niet elk. Dan, ik weet niet of het nog een 575 is. Of een andere. Nee, een 550. Maranello. Ook zeer mooi. Lange voorneus. De lucht en later van voorop. De zijkant ook de leuke zijvinnen. Zeer tof. De rolkooi ook achterin. Deze is een manueel. Terwijl de andere automatische versnellingsbak had. Volledig zwart interieur deze. Zeer mooi. De mooie manuele pook. Prachtig. Dan gaan we verder naar deze Audi R8 Spider. Audi R8 blijft ook altijd er zeer goed uitzien door de jaren heen. Ik denk dat dit nog een van de eerste generaties was van de R8. Maar de looks blijven zeker. Echte sportwagen. Zoals je ook ziet, heeft deze de volledige chrome velgen. Een zeer speciale optie. Ook met de ceramic brakes. Een zeer speciale optie. Nou, zoals ik zie, de Spider. Zwart interieur ook. Eens kijken. Van achter nog eens. Het is denk ik het V10 model. En jullie zien aan de uitlaten. Als je één grote ovale, of twee aan elke kant één bedoel ik, grote ovale uitlaat heeft, is het meestal de V10 motor. En als hij aan beide kanten twee uitlaten heeft, is het meestal het V8 model. Kleine detail waar jullie het dan kunnen zien. Ook deze lip van achter, ik weet niet of jullie het zien. Dit stuk is een klein spoilertje dat mee omhoog gaat. Zeer leuk design ook waar de motor onder zit. Het klapt dan omhoog. De stoffenkap kan naar binnen. Zeer toffe wagen. Dan om weer verder te gaan. Is het denk ik een Porsche 993 Turbo. Een zeer mooie donkerblauwe buitenkleur. Zeer leuk. Met een zwart interieur. Natuurlijk een manueel. Deze enorme taartschepper achterop, zoals de puristen het noemen. Turbomodel zoals ik zie. De volledige streep als achterlicht. Het is nu teruggekomen bij de 992, laatste nieuwe Porsche. Maar toen deden ze het eigenlijk ook al. Een zeer mooie metallic lak. Ja, het interieur is niet gewoon zwart, maar donkerblauw, zeer donkerblauw, heel speciaal. Waarbij de buitenkleur te matchen, denk ik. Een zeer mooie wagen. Dan gaan we verder naar de Porsche 997, eerste generatie GT3 RS. Deze configuratie zeer mooi. De zwarte kleur met de oranje details. Zoals de volledige oranje velgen. Deze heeft de stalen remmen. Dat kan u zien aan de rode calibers. Als hij gele calibers heeft, is het meestal ook weer een ceramic composite break. De buitenspiegels in het oranje en de bestikkering van welk model ook in het oranje. De rolkooi, volledig oranje. Club sportpakket met de 4-punt veiligheidsriemen. Ook een manueel natuurlijk. Deze generatie mikken ze nog niet met de
automatische versnellingsbak of toch zeker de GT3's niet, denk ik. Zeer leuk. Dan komen we erachter naar deze massale carbonnen achterspoiler. Zeer mooi. Ik heb zelf thuis in een modelbouwwagen of in een miniatuurwagen, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Deze Porsche GT3 RS. Dat vind ik zeer mooi. Wat een auto. Kleine lucht inlaten naar de motor toe. Het was ook nog een echte Metzger engine in deze Porsche. Ja, ik zou niet te lang wachten als ik jullie was met deze wagen te komen halen. Want als jullie te lang wachten, dan kom ik hem halen. Zeer mooi. Dan weer verder te gaan. Komen we bij deze Porsche Targa uit. Zoals ik juist al vertelde, de Targa is bekend met de grote, volledig glazen achterraam. En de metalen structuur in het midden, deze is wel zwart. Zeer mooi. De Porsches blijven er toch goed uitzien. Daarlangs staat nu een 992 model, het laatste nieuwe Porsche model. Maar toch, de oudere generatie blijft er zeker zo goed uitzien. Misschien niet de laatste nieuwe opties, maar toch blijven de echte Porsche vorm inhouden. Zo met het scheefraam en verderop, net zoals hier zo, scheefraam en verder. Prachtig. Dit was in een, deze 992 is in een GT Silver Metallic buitenkleur. Met de speciale designwielen. Zeer leuke designwielen. Ook het panoramisch glazen dak, zoals jullie kunnen zien. Zeer mooi. Nieuw interieur. Dan om verder te gaan, zien we deze prachtige Bentley. De juiste naam weet ik natuurlijk niet, maar het is natuurlijk wel echt een prachtstuk. Ik denk dat er vroeger waarschijnlijk mee geraced werd. Grote koplampen van voor. Mooie Bentley logo. Die grill. Ja, dit is echt een prachtige Bentley. De coole racewagen van vroeger. Dan komen we bij de Rolls-Royce Phantom. Een mooie donkerblauwe buitenkleur. Ook met de supergrote Rolls-Royce grill erop van voor. Zeer cool. Enorm lange wagen. Echt een luxe wagen. Ik denk dat het misschien ook nog de long wheelbase versie is. Zeer mooi. Ook eens in het interieur piepen. Mooi crème interieur met houten afwerking. Dan bij Rolls-Royce, zoals jullie zien, moet normaal de deurklink daarachter staan. Maar de achterdeur gaat zo open. Niet zo zoals bij een normale deur. Dus ik denk dat hij open is. Ik zal eens aan jullie laten zien wat ik bedoel. Kijk, de deur gaat zo open. Dat is gemaakt voor dat het makkelijker is voor de passagiers. Dat zo'n auto meestal natuurlijk met een chauffeur rondgereden wordt. En dat is ook makkelijker dat de chauffeur de deur kan open doen. Er zijn meer rijders. Mooie lamswolle matten van Rolls-Royce. Zeer leuk.
Dan achter heb je zeker plaats genoeg. Zeer ruime middenconsole. Ik denk ook nog met de champagnekoeler in. Zeer toffe wagen. Als je een zakenman bent en je wilt rondgereden worden, is de Rolls-Royce de auto die je moet nemen. Dan zien jullie hier de inkom waar ik juist ben langs binnengekomen. Zeer mooi. Mooie Austin Haley buiten. Dan voordat ik deze prachtige Lamborghini 400 GT afga, wil ik natuurlijk ook nog eens tussendoor binnen gaan kijken in de binnenruimte waar de verkopers zitten en natuurlijk ook de verantwoordelijke van marketing en financiën en andere afdelingen. Zoals jullie zien is ook de bureauruimtes zeer mooi ingericht. Zeer mooie afwerking met zeer leuke wagens hier ook in de kasten. Je voelt je direct thuis als je hier een wagen mag komen uitkiezen. Ze verkopen tegenwoordig ook, het is met corona gekomen, zeer veel wagens online, via telefoon, via WhatsApp, via hun website. Dus ik ga er zeker eens naar kijken, hier een van de eerste fietsen, een zeer cool design, ook de oude trein boven. Zeer mooie afwerking. Zeer mooie bureau. Ook weer leuke miniatuurwagens. Zeer tof. Dan zal ik jullie eens verder rondnemen. Deze mooie ruimtes. Zoals jullie zien hier is een... Ik denk de samenpersing van een auto. Ik ben wel benieuwd welke auto het is. Deze zeer mooie motorfiets van vroeger. Prachtig. Eens wat een gezellige livingruimte. Of een zitruimte hier gemaakt is. Zeer tof. Ze zijn zeer vriendelijk. Ze zijn het Nederlands en het Frans. Engels en het Duits zijn ze allemaal bereikbaar voor jullie. Zal ik ook nog eens hier achter meenemen. Zeer cool Ferrari schild. Er zijn nog meer bureauruimtes waar ze jullie met alle vriendelijkheid zullen verder helpen. Dan zou ik jullie allemaal nog graag heel erg willen bedanken voor het kijken. Ook heel erg bedankt aan British & Sports Cars om mij de mogelijkheid te geven om hier eens langs te komen in een prachtige showroom vol superwagens en prachtige oldtimers. Ik ga zeker naar een website als je geïnteresseerd bent in een van deze wagens. En als je nog meer van deze video's wilt zien, geef me zeker een subscribe op YouTube of een like als je de video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!